Facebook en Instagram hebben we jullie een paar dagen geleden vragen gesteld. Nee, de vraag gesteld of jullie vragen aan ons zouden hebben. En ik heb ze allemaal opgeschreven op een blaadje. En het waren uiteindelijk nog erg vet veel vragen. Dus ik zou zeggen, laten we meteen beginnen, want anders wordt deze video echt veel te lang. Jos vroeg, doen wij meeste stemmen gelden voor het avondeten? Nope. Nee. En toch? En waarom niet? Wie bepaalt er? Eigenlijk mama. Behalve als we bijvoorbeeld uit eten gaan, dan wel. Van wie de meeste stemmen gelden voor het restaurant waar we gaan eten of zo. Ja, dus. En ik vraag wel regelmatig, als ik doe aan weekboodschappen. Misschien heel ouderwets. Maar dan vraag ik wel aan de kinderen van, zijn er dingen die jullie heel graag willen eten deze week? En dan probeer ik daar wel rekening mee te houden. Dus ja. Ik vraag niet iedere dag en het is niet van we gaan stemmen. Maar ik probeer wel rekening te houden met mijn weekboodschappen waar hun trek in hebben. Ja. De tweede. Marielle vroeg, hoe bleef ik de tijd nu de chemo klaar is en waar halen wij positiviteit uit nu? Dat is wel een vraag met een heel dubbel antwoord. Omdat we natuurlijk super, super blij waren dat we het nieuws kregen dat Bordine vrij van kanker was. Ja. Echter kwam daar gelijk het nieuws overheen. We hebben een eigen barbershop dat we dicht moesten met de zaak. Dus dat was in het begin wel even stress. Later kwam er ook wel weer realisatie bij dat het belangrijk was om als gezin wat dichter bij elkaar te komen. Dus dat was dan wel weer positief. Ja. Ja. Echter was er heel vaak heel lang onduidelijkheid over wanneer we weer open mochten met de shop. Wat dan weer een hele hoop stress gaf. Toen zijn we afgelopen week in het ziekenhuis geweest voor Bordine's eerste echte controle. En die was heel positief. Dus ja. Daar hadden we weer heel goed nieuws vandaan. Nou, daar kwam dan uiteindelijk ook nog bij dat we de komende week open mogen met de barbershop. Dus uiteindelijk beginnen nu alle puzzelstukjes positief te worden. Waar halen we de positiviteit vandaan? Is denk ik voornamelijk uit de omgeving en uit elkaar. Ja. Ja, en in de tijd dat we nu dicht moesten met de zaak en dan in de hele coronacrisis, dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. En het leven is niet altijd roze geur en maneschijn, dus ook bij ons thuis niet. Maar we probeerden wel zoveel mogelijk ook leuke dingen te doen. En nee, niet leuke dingen naar pretparken gaan, maar wel met z'n allen lopen. Spelletjes spelen. Nou, we hebben heel veel in de keuken gestaan. Jan Willem is ook meer in de keuken gestaan. We hebben verbouwingen gedaan in huis. Samen met de kinderen schoolwerk maken. Bordine die is oud genoeg en zelfstandig genoeg om dat allemaal in haar eentje te doen. Maar de kleine draak, die had wat meer hulp nodig. Dus ik was ook schooljuf geworden. En zo probeer je het beste ervan te maken. Maar ik denk dat hoe wij de tijd beleefd hebben niet anders is dan denk ik menig gezin in Nederland. Nee. Ellie vraagt, hoe gaat het nu met mij? Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Wel gewoon veel energie. We hebben ook gisteren, het is bij de controle gehoord, dat mijn ijzer ook gewoon echt perfect was. Dus dat merk ik zelf ook wel. Alleen ik zoek nu ook wel meer sociale contacten op. Dus wel met natuurlijk 1,5 meter afstand. Maar ik ga wel meer dingen doen. En dan merk ik wel dat het alsnog wel vermoeiend is, maar daar moet ik gewoon een tussenweg in zien te vinden. Maar verder gaat het echt hartstikke goed met mij dus. Ja, en heel belangrijk, want daar hebben heel veel mensen ook altijd wel vragen over naar ons toe. Bordine valt al lang niet meer in de risicodoelgroep, heeft eigenlijk sowieso niet echt in een risicodoelgroep gezeten. Maar wat betreft de hele corona was ook voor ons eigenlijk en voor Bordine was daar weinig problemen mee. Ook geen extra spanning of zo van, nee. Oh my god. Nee, en wij zijn ook niet zo paniekerig, denk ik. Dus we zijn er, qua corona en Bordine zijn wij er wel heel
Nuchter. Nou ja, nuchter inderdaad. Ik wilde eigenlijk zeggen relaxed, maar daarmee zou ik het tekort doen, maar wel nuchter. Dus je houdt er rekening mee, je bent voorzichtig, maar dat moeten we allemaal zijn, voorzichtig. In principe doen we niet veel meer anders dan dat we in de chemo deden. Gewoon uitkijken met dingetjes, niet hele drukke plekken op gaan zoeken, maar dat deden we in de chemo ook al. Dus eigenlijk, we waren het al gewend. Ja, het is niet een extra booming shock voor ons van, oh my god. Dus ja. Jeannette vraagt of ik nog puzzel. ja, ik puzzel nog. Ik heb er eentje van 3000 stukjes nu. En die puzzel ik samen met mijn vader. Dus dat is heel leuk en gezellig. En hij is echt mega groot. Dus ja, dat is wel. Ja, en daarin merk je wel dat het en met school en met en ook omdat hij eigenlijk best wel heel lastig is, merk je dat de motivatie af en toe ook al een klein beetje wegzakt. Ja. Maar wie gaat er dan ook een puzzel doen van 3000 stukjes? Ja, het is wel leuk, alleen ik heb, dat merk ik met mijn school ook wel, ik heb niet meer de concentratie die ik vroeger had. Nee, dus dat is soms ook wel lastig. En vooral omdat er heel veel details in zitten, moet je heel goed opletten wat waar hoort en zo. En eigenlijk na één dingetje van die puzzel denk ik, oké, ik ben er klaar mee. Dan vraagt Team Familie, wat eten we het liefst en wat zijn onze hobby's? Buiten dan het eten maken, mama. Ja, dan beginnen we met Amarante. Ja, Amarante, wat eet jij het allerliefste? Pasta pesto. Moet je harder praten, want anders te horen zie je niet. Ik had niet verwacht dat je pasta pesto zou zeggen. Ik had echt een frikandel. Ik had ook frikandel verwacht. Maar goed, pasta pesto. Wat zijn je hobby's? Krav Maga en turnen. Oké. Kortom, je houdt wel van sporten. En bewegen. Ja, gelukkig is er één van ons die dat graag doet. Nee, papa ook. Ja, papa ook. Nou, dan denk ik dat ik gelijk de vraag kan beantwoorden. Wat eet ik het liefst? Nou, ik eet het liefst eigenlijk voornamelijk. Ik vind eigenlijk alles wel heel lekker, maar de barbecue is wel favoriet. Dat doe ik dan ook graag. En qua hobby's is denk ik vooral sporten, een beetje bewegen, hardlopen. Dat zijn wel echt. En de barbecue behoort zeker ook tot de hobby. En jij, Boudin? Toneel is mijn hobby, natuurlijk. Schilderen vind ik heel erg leuk. Kletsen. Dat had ik nog niet gemerkt. En verder wat ik het liefst. Alles eigenlijk, behalve paprika. En alles met bonen. Kortom, eigenlijk best een hoop. Ja. En terwijl hun aan het woord zijn, zat ik heel hard na te denken wat ik het liefste eet. En vind ik heel moeilijk, maar ik denk dan toch patat met mayonaise. Maar ik maak het wel heel vaak zelf. Dus in dat alsof opzicht... Alsof dat het gezonder maakt. Het maakt het niet gezonder. Nee, ja, sorry, patat. En hobby's buiten koken. Mensen die ons volgen, denk ik dat het niet heel erg verbazend zal zijn. Maar dat is alles op het gebied van interieur en veranderen in huis, schilderen. Maar dan met de muren in plaats van wat ik doe. Ja. Dus nou, dat. Dan vraagt de vriendin van mij, Kule, waar zouden we het liefst nog naartoe willen? Ze heeft een meerdere vraag dus. Maar naartoe willen op vakantie of in Nederland of uit eten? Nee, op vakantie. Ja. Nou, Turkije. Ja. Maar papa is zijn eigen bubbel, dus die wil ook heel graag naar de bossen in een hutje of zo. Ik naar Italië. Jij naar Italië. Pizza en pasta pesto. Ik zou wel heel graag naar Amerika een keer willen met het gezin. En daar lekker rondtrekken met een mooie camper. Of naar Scandinavië. Nee. Genoeg dus. Een hoop bestemmingen die we erg leuk vinden. Dan... hoe zien wij elkaar over 10 jaar? Apart? Apart beantwoorden of? Hoe zien wij elkaar over 10 jaar? Ik denk gewoon etend aan een grote tafel. 10 jaar, dan is denk ik Bodine
langzamerhand wel redelijk zelfstandig. Nou, ik hoop dat ik dan al iets van een kindje heb of zo. Nou, ja, ik ben 23, dus... Ik wou inderdaad zeggen, wie weet, met inderdaad een kleintje opkomst. Of al, ja. Het is wel al heftige tijd, dus ik weet niet of dat... Ik hoop, zeg ik heel eerlijk, dat het haar gegund is. Wij, Jan-Willem en ik, waren zelf heel jong dat wij Bodine kregen. Waarvan heel veel mensen dachten, oh, ongelukje. En, maar dat is echt een bewuste keuze geweest. En laat ik vooropstellen, je moet jezelf heel gelukkig prijzen als je zwanger kan worden. Ja. En dat is echt niet iedereen gegeven, helaas. Maar ik hoop dat de huidige generatie... ja, keuze. Ik weet dat het altijd heel gevoelig ligt, maar dat ze die keuze zou kunnen hebben. En dat het er gegeven is om... ik hoop het ook. Om dan in dat geval jong moeder te worden. En dan zijn wij heel jong opa en oma. En jij? En jij? Hoe zie jij jezelf over 10 jaar? Dan ben je 19. Woon je dan nog thuis? Ja. Ja. En heb je dan nog een vriendje? Misschien heb je dan nog steeds verkering met Youssef. Oeh. Dat zou wat zijn. Zou je later kinderen willen? Eén. Oké. Okay. En als je nou een tweeling krijgt? Heb je toch pech? Dan 2. Dan, wie is meer vaderskind en wie is meer moederskind? Tadaa! Duidelijk antwoord. Nou, zo zitten we denk ik. Ik weet niet of in iedere film of foto zou zitten, maar... Bijna wel. Ja. In ieder geval, we zitten altijd bij de liefste ouder. Ik zal hem onthouden. Jordi, denk ik. Ja. Hebben wij gadgets in huis? Nou, Jan-Willem, hebben wij gadgets in huis? Wat zijn dat? Ja. Maar wat valt eronder? Ik denk dat we best wel wat gadgets in huis hebben, maar ook weer niet heel veel. Op zichzelf, wij zijn niet... En ik denk dat ik dan daarin als de man in huis... Ik ben niet een enorme gadget-freak. Nee. Dus nee, dat valt best wel mee. Ik hou wel van mooie spulletjes. Ja, maar we hebben niet al zo tientallen drones in huis of zo. Dus, Nee, en ook geen afstandsbediening dat mijn raamverduistering op en neer gaat. En de lichten en... Nee. Nee, gewoon nog simpel. Dan, Bibi, wat vinden wij de lekkerste snack in deze periode? Ja, weet ik wel. Ik ook. Nou? Borrelnootjes. Ik ga voor een nacho schotel met daarover veel kaas en uiteraard vlees. Ja, ik ga voor heel iets anders. Want ik heb helemaal broodbakken ontdekt. En dan even het meest simpele brood, wat gewoon een nacht aan het rijzen is. Wat je afbakt de volgende ochtend. Dan heb je zo'n heel lekkere, krokante korst. En dan had ik afgelopen week aioli gemaakt. De afgelopen week is alweer een paar weken geleden. En dan had ik een beetje currypoeder aan toegevoegd. En dat brood. In combinatie met die curry aioli. Ja. Oh, mijn god. Oh, ikke. Ja, ik ben meer van de hartige dingen. Dus niet per se chocola of zo. Dus ik zou denk ik ook voor een nootje schotel gaan. Alleen dan met die salami. Die chorizo erop. En vooral met guacamole. Mij kan je wakker maken voor guacamole. Dus dat je het weet. Ja. Dan hebben wij verschillende smaak. Of wel redelijk hetzelfde? Verschillende smaak. We hebben verschillende smaken. Jawel, ja, zeker. Ja? Oh. Jullie zijn meer van de bonige structuren. Oh ja, lekker. Ja. En hummus en zo. Oh, heerlijk. Nou, duidelijk. Verschillende smaak. Van welk seizoen houden we het meest? Zomer. Althans, zomer. Lente. Zonneschijn. Lente. Tussen de 20 en... Nee, tussen de 25 en 28 graden. Maar lieve schat, wat zei jij? Zomer of lente? Lente. Maar lieve schat, in de lente is het niet tussen de 25 en 28 graden. Nee, zeg maar, tussen de lente en de zomer wordt het warm genoeg. En in de zomer is het te heet. En in zeg maar, het begin van de lente is het koud. Dus een beetje richting de zomer. Dus zonneschijn en warmte. Ja. Okay. Welk soort eten van welk land vinden we het lekkerst? Ja. De hele wereld. Ja. Jij? Ja. Je voorkeur echt? Nou, ook niet echt, denk ik wel. Turkije, die vis. Ja, vis. Maar dat was dan niet echt specifiek
Turks eten. Nee, ik denk wel echt alle keukens. Ja. Ja, ik vind Japans heel lekker, vooral de sushi. gewoon stampot vind ik lekker, dus Nederlandse keuken. Italiaans kan ik echt elke dag eten. Pasta, pizza, allemaal. Oh. En Turks. Nou, een hoop dus. Ja. Dan Helmi vraagt, wanneer krijg ik mijn bloemenkraal? Ja, dat is een hele goede vraag. De bloemenkraal, want niet iedereen zal weten wat een bloemenkraal is. In de periode dat Bodine aan de chemo zat, krijg je verschillende kralen voor verschillende behandelingen. Of als je je slecht voelt, dan heb je een slechte dagkraal. Voel je je heel goed, heb je iets heel leuks gedaan, dan krijg je een goede dagkraal. En als je helemaal klaar bent met je chemo, dan krijg je een bloemenkraal. Maar vanwege al deze hectiek en corona dit en... Mijn oncoloog was ook nog een keer op vakantie, dus dat moest ook allemaal weer omgebouwd worden. En toen kregen we dit erbij, dus ik weet het eerlijk gezegd niet. Bij de volgende behandeling ga ik er wel om vragen, maar meestal wordt het helemaal feestje en zo. Maar ja, ja dat is een beetje lastig nu. Moet even gemaakt worden. Ja. Bloemenkraal. Nee. Meer een vraag voor jou, ja, namelijk van Frederiek. Wat is onze woonstijl? Als je zeg maar om de week het vraagt, dan kan ze hem beantwoorden. Ja, ik weet niet of ik echt een specifieke woonstijl heb. Nee. Hetgeen wat wel altijd terugkomt is stoer. Dus het moet wel een stoere touch hebben. Nu ben ik weer helemaal into het stoere beachy stijl. Dus veel wit, veel hout. Hiervoor hadden we heel veel zwart gecombineerd met hout. Dus hout is wel iets wat heel vaak terugkomt. Nee. Ik denk niet dat het echt een specifieke stijl is. Volgens mij pak ik overal wel een beetje wat vandaan en dat wordt het dan. Ze flanst het gewoon in elkaar. En wat ik zeg, als je het om de week vraagt, dan heeft ze een heel specifiek antwoord. Jennifer vraagt, hoe komen wij op ideeën? Ja, ideeën voor de foodblog halen we overal vandaan. Kookprogramma's. 's Nachts, als je in je bed ligt en je kan niet slapen. Als we uit eten gaan. Boeken, Pinterest. En heel stom, wat ik de laatste tijd vaak merk, is dat ik... En dat klinkt arroganter dan dat ik het bedoel. Maar dat ik inspiratie haal uit oude recepten die ik wel eens gemaakt heb. Dat ik denk, oh, dat was op zich wel lekker. En als ik dan dit en dit en dit verander en dan toevoeg, dan heb ik ook weer een nieuw gerecht. Waarom zou dit arrogant klikken? Nou ja, dan lijkt het net alsof ik mijn eigen recepten per definitie heel fantastisch vind. Dat valt wel mee. Mariam vraagt, hoe vermaken wij ons nu? Gewoon algemeen. Nou, we hebben het nog druk zat. Dus ja. Ja, dan kom je eigenlijk terug op hoe wij de coronaperiode beleefd hebben. Dus het is koken, tv kijken, lekker wandelen, af en toe een spelletje doen. Dus ja, eigenlijk met van alles. Ja. Floor vraagt, hebben wij irritaties aan elkaar? Heel veel. Echt, nee. Ieder huisje heeft zijn kruisje. En dit is die van ons. Er wordt wel eens aan ons gevraagd van, jullie zien er altijd zo heel leuk, lief en vrolijk uit. Hebben jullie dan nooit ruzie? Nou, laten we echt... Wij, Jan-Willem en ik zijn heel fel. De kinderen zijn onderling heel fel. Nee, jij bent heel fel. Nee, jij we allemaal. Dus, ja, tuurlijk hebben wij ook ruzies en irritaties. Maar anders is het, ik denk, als je nooit ruzie met elkaar hebt en allemaal, perfect. Dat je dan uiteindelijk niet perfect bent. Want je kan gewoon niet zo leven. Nou, en inderdaad, we hebben allemaal wel een hoop passie in ons lijf. Netjes gezegd. Heel netjes. Dus dat temperament, dat moet er af en toe uit. En dat botst alle kanten op. Dat geldt bij ons ook. Maar dat betekent dat als we met z'n allen heel blij zijn, zijn we ook met z'n allen heel blij. Ja. En als we heel boos zijn, zijn we met z'n allen ook heel boos. Heel boos, ja. Maar je merkt het wel wanneer ik ongesteld begin te worden, hoor. en wat je heel erg merkt, is dat het bij ons duurt het nooit heel lang. Dus wij zijn niet dagen boos op elkaar. Het is heel hevig. Het is echt gewoon... Het is maar daarna is het wel klaar. Ja. Het is een uurtje of twee en dan... En daarna is het... Hi, gezellig. En dan kunnen we een nieuw bestek en een nieuw servies. Nou, dat is niet waar. Oké, volgende vraag. Marissa vraagt, wat vinden we het leukst om met het hele gezin te doen? Amarant, wat vind jij het leukst om met het hele gezin te doen?
Toen was het stil. Helemaal niet. Spelletjes spelen, wandelen, eten. Wandelen? Ja. Wandelen? Ja, hardlopen met papa. Ja. Oh, dat is niet met het gezin. Dat is niet met het gezin. En ik ben voor vakantie. Ja, Turkije. Zwembad. Natuurlijk mag je vakantie zeggen. Vakantie. Ronald vraagt, hoe lang knipt Jimmy mijn haar al? Dat was van Ronald van den Berg, geloof ik. En dan moet ik echt heel lang en heel diep teruggaan. Ik knip nu 24 jaar kapsels. Ik knip 23 jaar kapsels. Ik ben net 38 geworden. Ik ben op mijn 15e begonnen. Oud, hè? Ja, super oud. Oud. Schrijf, ik ben helemaal niet oud. Ik knip wel heel lang. Dat wel. En ik ben begonnen in Amsterdam. En ik heb daarna... Twee jaar later ben ik echt volledig aan de kappersopleiding begonnen. En ben ik in Sassheim gaan werken. En daar kwam Ronald al bij me. Dus ik denk dat ik Ronald misschien al wel 20, misschien zelfs al wel 21 jaar knip. Holy moly, zo lang. Dan vraagt opnieuw Kule, maar die moest ik er nog bij schrijven. Wat is onze favoriete serie of film? Ik heb niet per se een favoriete serie of film. We hebben laatst, Jan-Willem en ik, de Mokro Mafia gekeken. Op Videoland. En Bordine en ik. Temptation Island. Oh nee, gewoon Temptation. Of heet het Temptation Island? Temptation Island. Oh, hak maar goed. Ja, heel fout, maar wel heel leuk. En op Netflix kijk ik Vampire Diaries. Kijk ik Riverdale. Jij kijkt alles. En op Videoland is Temptation VIP en gewoon Temptation. En Temptation USA. Maar goed, dus gewoon drama dus. Als jullie het idee hebben dat de man in huis de baas over de afstandsbediening nee, is. Nee hoor. Nee. Okay. Eigenlijk kijken we nooit sport. Daar komt het op neer. Nee. Petra vraagt, Amarante, vind je dingen nu wel lekker die je vroeger niet lekker vond? Ja. En wat dan? Pasta met saus? Ja. Ja, überhaupt. Pizza. Gelukkig is ze veel beter gaan eten de afgelopen tijd. Gaat het eigenlijk stapje bij stapje beter. En het wordt ook gelukkig wat gezonder wat ze gaat eten. In plaats van alleen frikandellen. Nee, gaat goed toch het eten? Ja. Dan vraagt, ik hoop dat je naam goed uitspreekt. Talita, denk ik. Ja, Talita. Ja, dat kan zeker. Wat vond ik voor de wandelingen stom, maar nu niet meer? Ik vond school sommige gedeelten stom voor de wandelingen. Nu denk ik, oh, ik wil naar school. Wat ik wel merk, is dat ik het heel chill vind, is om mijn eigen dagplanningen te maken. Ik zit er ook echt niet op te wachten dat docenten weer tegen mij gaan zeggen, jij moet op die dag je huiswerk af hebben. Jij moet op die dag dat gaan doen. En nee, daar moet ik niet aan denken. En tijd met mijn familie. Vond ze eerst heel stom. Ja. Nou, niet per se stom, maar gewoon soms is het... Je waardeert het nu meer dan dat Okay. Dat op die richting meer, ja. Dan... Culina.nl? Geen idee, zeg ik. Oh, Culinea, denk ik. Culinea. Ja. Oh, leuk, Hanneke. Hoe vinden we het om zoveel thuis te zijn? Ja, we waren al best wel veel thuis, omdat we thuis werken. Jan-Willem werkt natuurlijk bij ons in de tuin in de barbershop, waar ik ook regelmatig was. En als ik daar niet sta, dan ben ik in de keuken bezig, dus dat is al thuis. Het feit dat we nu met z'n allen thuis zijn, dat is, zeg ik heel eerlijk, heel wisselend. Ja. Het is soms heel fijn, maar 24 uur per dag met z'n vieren op elkaars lip. Dat is soms niet heel prettig. Altijd even fijn. Nee. Sarah vraagt, wat vinden wij het lekkerste recept? Pasta roomsaus, jij? Heb jij dat al een keer gemaakt? Nee, ja, dat is denk ik misschien zelfs wel een van de eerste recepten op de blog geweest. Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat het al. Ik denk dat het ook vanuit... Hangt van mijn bui af. Ja, ik denk dat het voor mezelf sprekend is dat het heel lastig is om echt... Want eigenlijk zetten we... Als we iets lekker vinden, dan komt het op de blog. Ja. Dus eigenlijk alles wat op de blog staat, dat lekker, behoort maar wel tot... Ik heb wel een paar favorietjes hoor. Nou? Chinese tomaatsoep. Oh ja.
kip en cola. En de burgerhaktballen met kaas. Ja. Simpel. Ja, dat is wel een goed rijtje. En als ik advies mag geven, als je het nog niet gemaakt hebt, die kip en cola, omdat heel veel mensen denken, huh? Ja, het is zo echt heel lekker. Dan vraagt Patricia, wat gaan we doen na corona? Behalve dan in de barbershop en de keuken. Dat wil ik er wel aan toevoegen. Verbouwen? Ja, mijn verbouwplannen die zijn on hold gezet. Simpelweg omdat er geen inkomsten binnenkwamen. Ik heb nog wel een paar ideetjes wat ik thuis wil veranderen. Kijk, het geld binnenkomen, dat stopt. Maar haar ideeën, dat stopt nooit. Dus. Ja. En kijk, in principe, daarin moet ik dan wel... Wij zijn nu, we hebben te horen gekregen dat we weer open mogen met de shop. Is het gelijk in één klap. Boom! Volle bak. Dus de komende tijd bestaat er ons, en bestaat mijn leven, maar ons leven denk ik uit... Eigenlijk gewoon inhalen van de schade inhalen van wat we gehad hebben. Dus er is nog niet heel veel wat we erover nagedacht hebben, wat we hierna gaan doen. Vakantie? Nee. Ja, en dat is wel vakantie. Als dat weer zou mogen, voordat de diagnose van Bodine kwam, hadden wij een vakantie geboekt. En dat was al na een hele hoop stress, omdat Bodine natuurlijk eigenlijk al heel lang heel ziek was, zonder dat we het wisten. En 2 dagen voordat we weggingen, moesten we de vakantie dus annuleren. Ja. En toen hebben we gezegd, nou, als je schoon bent, dan gaan we met school in overleg of we inderdaad op vakantie kunnen. Nou, kwam de coronacrisis. Dus inderdaad, zodra de situatie het weer toelaat, zouden we wel heel graag toch dat weekje naar Turkije willen. Ja. De laatste... paar vragen. Ja, dus... voordat je naar de laatste vraag gaat, want iets wat Bodine niet weet, en die vraag heb ik wel gezien, en die gaat voor Bodine en Amarante. Wij gingen voor de coronacrisis regelmatig uit eten bij een restaurant in Lisse, dat heet Amuse. En hun hadden op de kaart altijd een kompot. En de ene keer was het een appelkompot of een perenkompot of een appelperenkompot. En op een gegeven moment stond hij niet meer vast op de kaart. En daar waren hun onwijs teleurgesteld over. Zo dus lekker. René, die vraagt, wat is jullie favoriet? Appelkompot of perenkompot? Appelkompot. Dus appel. Als je het nou goed wilt doen, dan zet je appelperenkompot op de kaart en dan ben je... Maar dan wel apart, want ik heb geen peer ertussen. Ik wil dus peer. En jij wil alleen peer, dus jij hebt nog geen appel tussen. Nee. Dus René, als je deze video gaat zien, je moet ze allebei maken. Stuur het maar op, geen probleem mee. Helene vraagt, schaam ik me wel eens voor mijn moeder? Nooit toch? Ja. Nou, aan de ene, tuurlijk, maar dat heeft denk ik iedereen wel. Maar wat ik wel heel vaak te horen krijg, is van al mijn vriendinnen van... Wat heb jij een leuke band met je moeder? Het is niet eens je moeder, maar gewoon een beste vriendin. En dat is ook wel dat ik het zo voel of zo. Dus aan de ene kant ja, maar ook wel gewoon een gekkigheidje en zo. Dus ja en nee. En ze kan natuurlijk ook gewoon af en toe super streng zijn. Ja. Dat is meer jij. Natuurlijk, natuurlijk. Behalve met de kamer opruimen. Dan, ja, maar ja. Dan vraagt Studio Airbrush Art Sylvia. Sylvia. Lange naam. Waar halen wij inspiratie vandaan voor de tuin en het huis? Ja, Pinterest ook wel. Ik vind Pinterest gewoon ontzettend leuk. En ik vind woonbladen heel erg leuk. Heb jij op jouw Pinterest pagina veel inspiratie voor wonen? Ja. Ja, en ook op familie binnenste buiten, maar ook op familie over de kook, de Pinterest pagina, heb ik een aantal borden voor keuken, voor woonkamer, voor tuin. Dus ja, daar staan echt wel dingen op. Ja, de tv-woonprogramma's, VT Wonen is natuurlijk groot favoriet. En qua woonbladen vind ik de Ariadne at Home heel erg leuk om te lezen. Maar dat klinkt dan ook weer heel gek, maar ook als we uit eten gaan en je komt in restaurants en je denkt... Oh, dat is gaaf. Oh, dat ziet er kicken uit. Alles met Riviera Maison. Ja, vind ik ook heel mooi. Maar is het super duur. Maar super duur. Ja. Dus, Dan vraagt Roxy, hoe lang bestaat familie over de kook al? 4 jaar. 4 jaar alweer? Ja, volgens mij wel. 4? Of 3? Gaan we uitzoeken. Ja.
Joyce vraagt, hoe plannen wij zo'n dag in? Wat we allemaal gaan doen en zo. Wat... Niet. We doen maar nee. Ja, nee. We doen maar wat. Het is vooral... Het is de beste. Het is vooral, wij zeggen wanneer we school hebben. Tenminste, ik, want... Ja, mama doet met Amarante school eigenlijk. Ik zeg wanneer ik les heb. En dan plannen we daarom hele middag eten. Of ervoor of erna. Of ik eet in mijn eentje. En de rest... Zien we wel. Ja. Dus we hebben niet echt een planning of zo. Dan vraagt... Hoe spreek ik die naam uit? Marjan, denk ja. ik ook. Hoe hebben papa en mama elkaar leren kennen? Oh, dat is zo schattig. Het was denk ik eigenlijk... Een van mijn allerslechtste gewoontes en iets wat normaal eigenlijk heel slecht voor je gezondheid is, was wel heel goed voor mijn liefdesleven in dit geval. Dat was het roken. Marie-Louise die verkocht sigaretten en ik werkte om de hoek in Sassenheim. Ik rookte, dus ik ging mijn sigaretten bij haar halen. En daar kwam uiteindelijk uit voort dat ik niet alleen mijn sigaretten ging halen, maar ook tijdschriften, boekjes. Ik werd maar fan van de Formule 1 en ik heb echt... De hele winkel leeg gekocht aan tijdschriften om maar daar te zijn. Nou ja, de hint kwam nog niet echt bij mijn liefde heel erg over. Dat op een gegeven moment mijn schoonmoeder nu, ja. Uiteindelijk Marie-Louise letterlijk bij mij de barbershop binnenduwde en zei van jullie moeten maar eens op date. Ja, het is heel erg, ze sleurde me er, want mijn moeder had het dus wel door. En die heeft mij echt letterlijk aan de hand gesleurd. Naar de kapsalon. En zo. En nu gaan jullie afspraakje maken. Ja. Of ze daar achteraf heel blij mee is geweest. Dat laat. Maar ja. Je vergeet een heel leuk gedeelte. Want waar heb je ook weer over gelogen? Over mijn leeftijd. Ja. Ja. Daar kwam je dan later achter. Maar goed, uiteindelijk onze leeftijd scheelt niet heel veel. We schelen nee. 2 jaar. Nee. Maar goed, ik was... 18. Volgens mij nog net niet eens. En jij was 16. Ja. Ja. Dus, het is inmiddels 19 jaar geleden, denk ik, zoiets. Ja, ja. We gaan hard die kant op. Ja, en toen poef, kwam ik. Ja, nou, niet meteen hoor. Bijna, op zich. Dan vraagt Monique... Hoe komen jullie aan onze namen? Ja, dat is ook wel leuk. En dan komt ook wel weer de felheid van onze relatie naar voren. Bordine, die komt echt uit een boekje. Ik had toen al de naam Amarante. Die wilde ik heel graag. Het was in een kookprogramma, ook kun je nagaan. In een kookprogramma zat een keer iemand en die heette Amarante. En dat vond ik zo'n ontzettend mooie naam dat ik tegen Jan Willem zei... Als we kinderen krijgen en het wordt een meisje, dan wil ik Amarante. Maar Jan Willem die vond, En toen was ik in verwachting, welke namen, koop je zo'n namenboekje. En daar vond Jan Willem de naam Bodine in. En ik had zoiets, weet het niet. Ik was, zeg ik heel eerlijk, niet meteen fan van de naam. En wij waren eigenlijk min of meer een beetje voorbereid op jongens. Ja. Want jongensnamen hadden we wel. Hele waslijst. En meisjesnamen niet. Nee. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik vond de naam Bodine en die vond ik eigenlijk best heel mooi. En Marie-Louise wist het nog niet. En nou weet ik wel een klein beetje hoe ik Marie-Louise daarin dan moet kneden. Dus ik heb die naam uiteindelijk losgelaten, maar zo links en rechts af en toe toch wel eens laten vallen. En dan ga je wennen aan een naam en toen in één keer vond ze hem toch wel mooi. Ja, toen heb ik wel een deal gesloten. Toen heb ik gezegd, oké, Bodine, ik vind het inderdaad nu ik het vaak hoor, een mooie naam. Maar als we ooit nog een kindje mogen krijgen en het wordt weer een meisje, dan wil ik dat het kindje Amarante gaat heten. Nou, voilà. En wat dan wel het leukste is natuurlijk, is dat uiteindelijk Bodine, ik een mama's kindje. Mijn naam naar mama toe trekt en Amarante de naam van Bodine of van Marie-Louise naar mij toe. Ja, dan vraagt... Dus veel ironie. Ja, dan vraagt Connie, eten wij alles wat mama maakt? Of nee. Hebben we nee. ook nog... Nee. En dat hoeft ook niet. Nee. Wat ik zeg, paprika, bonen... Ik hou er enigszins rekening mee...
Maar zeker niet altijd. En Amaranth is altijd een heel moeilijke eter geweest. Ik kook ook niet apart. Ik ga niet zeggen van nou dan maak ik voor jou dit en voor jou dat. Dus het is in principe eten wat de pot schaft. En dan hoef je echt niet voor mij je bord leeg te eten als ik weet dat ze het heel vies vinden. Maar Jan-Willem en ik zijn bijvoorbeeld echt gek alles wat met bonen te maken heeft. Nou, dat vinden de kinderen echt verschrikkelijk. Ik maak het ook gewoon voor 4 personen. En houden wij wat over natuurlijk. Dat gooi ik in de vriezer, dus alleen maar ideaal. Dan hoeven ze voor mij niet mee te eten. Ik wil wel dat ze het proeven, dus ze moeten een paar hapjes nemen. En als ze daarna dan een boterham eten, weet je, prima. Ja, je bent niet de moeilijkste. Nee. Of een frikandel. Ze vroeg ook nog, hebben wij nog katten en wat voor huisdieren hebben wij op dit moment? Ja. Nou, volgens mij heb je op de achtergrond de kat al redelijk kunnen horen. En boy, wij hebben 2 Maine Coons, ja. 2 grote mega tijgers, katten en Boyd, een Bernsenne, ook weer groot. De grootste huiskatten zijn Maine Coons. Je mag hem wel naar binnen laten, misschien komt hij even kijken. Even glazen weg. Boyd, kom eens. Kom. Ja, dat is Boyd. Boyd, ga zitten. Zo. Dus 2 katten en een hond. 2 katten en een hond. Vroeger hebben we ook kippen gehad. Waar nu de barbershop stond, daar hadden we een hele grote schuur met kippen. Echt super leuk. Ja, de konijnen. Maar in de woonwijk niet ideaal. Konijnen, cavia's. Ja, maar 4 katten. Wij zijn sowieso wel gek van dieren. Ja. Ik hoop ook later, als we groot zijn, ergens in het oosten van het land een mooi huisje te hebben met een stukje grond en dan geitjes erop en misschien wel een paard. Ja, dus een paard. Dus ja, we hebben zeker nog huisdieren. Ja, paarden. Ja, paarden. Woehoe. Ja. En jij ook opleiden? Ja. Daarvoor heb je een paard. Dat waren alle vragen al. Ja, superleuk. Ja. Echt leuke vragen. Zeker. En ik hoop dat, want het is denk ik best een hele lange video geworden. Dat als je hem uitgekeken hebt, bedankt voor het uitkijken. En misschien moeten we dit wel wat vaker doen. Ja. Dit soort video's. En sowieso over video's gesproken, de kinderen die gaan meer filmen. Want die vinden het ontzettend leuk om filmpjes op te nemen. Ja. Dus die gaan ook echt wel meer voor de blog werken. Ik krijg er helaas niet voor betaald, maar je krijgt lief. Genoeg. Oh, wat fijn. En sowieso was het gewoon weer heel leuk. Ja, dus heel erg bedankt voor het kijken. Ja. En tot de volgende keer. Doei! Doei.